Zeg, levenspartner. Ja, wat is er? Lig jij te trimmen of zo? Ik? Hoezo? Nou ja, je ligt maar te draaien en te doen. Ik? Hoe kom je erbij, zeg? Ik lig doodstil. Ik heb de hele nacht niet bewogen. Kun je niet slapen? Hé? Jawel, ik kan het wel, maar ik doe het nu alleen even niet. Jij werkt hard. Ben je gek? Als je hard werkt, dan kan je juist lekker slapen, want dan ben je vreselijk moe. Nee, je hebt te veel aan je hoofd. Je moet er eens uit op vakantie. Nou, een beetje voor lul op een strand gaan liggen de hele dag. Nou, ik ben gek. Neem je een hobby als je zo nodig iets te doen wil hebben. Maar iets dat ontspant. Een hobby? Wat dan? Postzegelen verzamelen of zo? Dan gepriegel met zo'n pincet. Zenuwen gedoe. Als ik aan denk, krijg ik al een maagzweer. Of een sport? Sport? Ja, ga squashen of golfen. Lijkt me echt iets voor jou. Hé, godverdamme, nee zeg. Nou, voor mijn part ga je klootschieten of firmelnjerpen. Nou, ik ga liever gewoon dood. En dan wil ik graag slapen, ja? Slapen! Slapen, 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 slapen! Wat is dit dan weer? Het is Frits, die ging uit vanavond. Ietsje te veel gedronken, zo te horen. Wel, verdomme Frits, kan het niet een beetje zachter? Ja! Er liggen hier mensen te slapen, ja? Mensen die de hele dag hard moeten werken! Godverdamme, heb je weer de hele nacht lopen suipen? Nee, ik heb erbij gezeten. Nou, sodem je erop, Frits, naar boven. Als het nog één keer gebeurt, dan ga je maar ergens anders slapen. Lapzwans, stinkende koe, biervat. Zo. Je hebt gelijk. Maar... Dat ontspant, hè? Een hobby. Mijn hobby wordt Frits uitschelden. Lekker? Heerlijk. Je ziet er moe uit, Karel. Hij slaapt niet. Ik slaap wel, ik rust er alleen niet van uit. Nou, dan heb je geen remslaap. Wat heb ik niet? Remslaap, rapid eye movement. Rem heeft hij alleen maar in zijn onderbroeken. Sporen dan. Oh, sorry. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Zo, pa, heb je weer eens onze logeerkamer geteisterd? Ik kom afscheid nemen. Hé, waar ga je naartoe? Naar boven. Naar de hemel. Althans, dat hoop ik. Hè? Denken jullie dat God veel seks als een zonde ziet? Vast niet. Hij heeft het toch zelf bedacht? Wat zei ik je nou weer? Ik ga dood, jong. Ja, dood gaan we allemaal. Binnenkort. Hoe kom je daar nou bij? Het gaat beginnen. Mijn hart. Hoe weet je dat nou? Ik heb pijn in mijn linkerarm, jongen. En dan weet je het wel. Dat is je hart. Heb je alleen maar pijn in je linkerarm? Ja. Ja, en in mijn rechterschouwen. Maar daarvan weet ik waardoor het komt. Daar ben ik op gevallen met squashen. Huh? Squashen? Squash jij? Ja, nee, eigenlijk niet. Maar Carmen, die squasht en nou ja... Carmen? Wie is Carmen nou weer? Laat maar, jongen, niet belangrijk. Het einde is in elk geval in zicht. Hé, ga jij dood? Hé, dat is te gek. Oh, leuk. Ja, dat komt namelijk hartstikke goed uit. Oh, dat gaat toch maar niks boven de innige liefde van de medemensen. Dat bedoel ik, Gerard. Ik ga je begeleiden. Wat? Hoezo? Nou, ik heb een boek gelezen en dat gaat over stervensbegeleiding. En het staat precies in hoe het moet. Nou, dan kan ik mooi op jou oefenen. Dirkje! Nee, dat heeft Gerard toch ook wat aan? Wordt hij lekker begeleid? Stervensbegeleiding? Nee hoor, dat moet ik niet. Klopt. Sterven kan ik zelf wel. Precies, staat ook in het boek. Dat de patiënt zich er in eerste instantie tegen verzet. Wacht. Veel lichamelijk contact is goed voor je, staat in het boek. Oh ja? Ja, in tweede instantie zie ik het inderdaad veel positiever. Goed boek, zeg. Dan hoeft hij mij toch niet uit te schelden? Ik ben een jonge jongen. Jonge jongens die gaan uit en die drinken dan een beetje te veel. Dat is heel natuurlijk. Hij is een beetje overspannen, hij heeft gewoon een hobby nodig. Ja, ik ook. Eentje waarmee ik veel kan verdienen, want ik ben zo blut als een rendier. Nee, wij moeten iets voor hem vinden. Waarom gaat hij niet squashen? Nee, het moet iets anders zijn. Het moet iets zijn in de natuur, weet je. Iets wat geen moeite kost en wat toch leuk is. Wat dacht je van een strandwandeling in een elektrisch aangedreven rolstoel? God, is tafel 2 nou nog niet klaar? Nee, haal Dirk even van boven. Ik red het niet in mijn eentje. Waar is ze dan? Boven, Gerard aan het stervensbegeleiden. Duurt dat lang? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe snel die sterft, hè. Kan die man niet doodgaan in zijn eigen tijd? Ik moet er vanaf, wel zo snel mogelijk. De eerste de beste, die grijp ik. Alsjeblieft, 3 maal Texels zuiglam met kaassaus Hollandaise of fromage of zoiets. Het is in elk geval hartstikke lekker. Zeg, Ober, weet jij niet iemand die een bootje wil kopen? Een bootje? Kajuitjachie, inclusief verzekering. Wat moet iemand nou met een bootje? Ja, wat dacht je? De Hollandse meren op natuurlijk.
Ben jij nooit op het water geweest? Dat is pas ontspanning. Verrek, watersport. Ideaal. Je zit met een glaasje witte wijn op je motorbootje in de zon. En ze noemen het nog sport ook. Zeg, wat moet die kosten, die Quimeri? 2000 gulden voor jou. He, inclusief verzekering. Wel eenmalige aanbieding en vooruitbetalen, alsjeblieft. Ik zal eens even rondkijken of ik niet iemand voor je weet. Zeg, Lulu. Ja? Ik heb een ideetje voor Karel. Oh ja? Wat? Waarom koop jij geen bootje voor hem? Huh? Motorbootjes, ideaal. Lekker op het water, hij hoeft niets te doen, je reinste ontspanning. Ja, leuk. Hij heeft al het al gezegd dat het een droom van hem was om een bootje te hebben. Nou, zie je nou? Ik weet er misschien wel eentje trouwens. Oh ja? Ja, motorkruisertje. Echt voor niks. 4000 piek. 4000 gulden? Nee, dat is niet duur. 2000 nu, 2000 morgen. Hm? En er komt alleen nog verzekering bij. Ja, ja, ja. En windbelasting. Ja. En zoetwateraccijns. Oh, ja, ja. Dat is belachelijk, zeg. Ik ben bezig. Ja, dat mag hier ook. Je mag de tornado's begeleiden in hun proces van opgegeven worden. Het is je eigen vader, hoor, Karel. Ja. Karel, wat zou je denken van een bootje? Wat? Nou ja, als wij een bootje voor je zouden kopen, hè, als hobby. Nee. Ah, je moet hem natuurlijk zelf betalen, maar wij weten misschien wel wat. Ja, een bootje dat kost 20.000, 30.000 gulden is veel te duur. 4.000 gulden, motorkruisertje. Oh, dat kan niks zijn. Echt waar? 4.000 gulden? Ja, nou, exclusief verzekering, hè, en zoetwatertax. Dat kan bijna niet. Doen. Oké, okay, maar hoe kom ik zo snel aan die 2.000 gulden? Ja, dat regel ik wel, joh. Wat? Nee, ik... Godverdamme, zeg. Hoe kunnen jullie nou bezig zijn met bootjes en dat soort materialistische dingen als bezit en geld? Ja. Terwijl daarboven die oude man bezig is met afscheid nemen van het leven. Ah, die oude stelt zich aan, die gaat helemaal niet dood. Oh nee, wedden, 100 piek. Hey, ouwe. Zeg, kan ik van jou op de valreep nog even 2000 piek lenen? Het is voor een investering. Doe maar. De aasgieren cirkelen over mijn hoofd. Lenen, zeg ik toch? Wanneer krijg ik het dan terug? Kun je niet wachten tot ik in mijn kist lig? Dat hangt er vanaf. Wanneer denk je zover te zijn? Oh. Nee, even zonder dolle. Ik moet gewoon nu even 2000 gulden hebben. Ja. En dan komen ze bij mij. Luister, voor wat hoort wat, hè? Dat vind ik ook. Dus als ik nou eens iets voor jou doe, in ruil voor dat geld. Wat wil jij nog voor me doen? Ik ben zo terminaal als een deur. Daarom. Ik kan toch, bijvoorbeeld, met Dirkje regelen dat ze lief voor je moet zijn. Hè? Dat ze je laatste uren of dagen een beetje moet veraangenamen. Dat ze ervoor zorgt dat je een beetje verwend wordt als het einde nadert. Hè? Kijk, als ik dat tegen haar zeg, dan klinkt dat zo integer, hè, dat ik dat een andere man gun. En ik speel dat natuurlijk goed, met tranen en zo. Stem die een beetje breekt. Hè? En dan zeg ik dat het jouw laatste wens is om haar in je armen te sluiten, maar dat je te verlegen bent om het zelf te vragen. Jongen, moet jij eens opletten. Dat zou toch prachtig zijn, hè? Zo'n jonge nimf, je beetje vlak voor het afscheid. En ze zal met mij eens moeten zijn dat een laatste wens, dat die gehonoreerd moet worden. Hè? Dat doen ze bij misdadigers ook. Oh ja. En daar heb jij 2000 piek voor nodig. Je kan het toch niet meenemen. Oh ja, dat kan ik wel hoor. Ik kan het toch allemaal weggeven aan moeder Theresa of zo. Oké, okay, als jij het liever uitgeeft aan een vrouw van je eigen leeftijd, mij best. Je kan niet meer terug. De koop is gesloten. Morgen komen ze hem brengen. Ja, nee, ik regel dat wel, hè. 4000 gulden voor een bootje is toch voor niks? Nee, voor niks. I am sailing, we are sailing. Zou je dat nou niet ontzettend leuk vinden, Karel, zo'n bootje? Ja, eerst zien. Ach, kom nou, ben je gek. Als er een bodem in zit en als er een motortje in zit, kunnen we het toch best doen? Zullen we niet gewoon kopen? Eerst zien. En dan voor 4000 gulden kunnen we dat risico toch wel nemen? Eerst zien. Goed, nou goed, dan gaan we morgen eerst zien. Oké, okay. Waar ligt die dan? Oh, vlakbij. Ik heb afgesproken dat hij hier vlakbij komt te liggen. Oké, okay, nou, dan gaan we morgen kijken. Ja, hè? Maar laten we één ding afspreken, hè? Dat we hem kopen. Ja, ik wil best, als hij goed is. Het is wel een rip uit mijn lijf, maar goed. Schaadt voor jouw gezondheid toch alleen maar het beste? Nou, dat vind ik lief van je. Ja, ja,
Oké. Nou, dan kopen we hem, hè? Te rusten, kapitein. Te rusten. Maar als hij niet goed is, dan kopen we hem gewoon niet, hoor. Dat had je nog niet moeten zeggen. Jij bent het laatste streepje zonneschijn in zijn leven. Ja. Als stervensbegeleider kan je echt heel belangrijk voor iemand worden. Nou, ik bedoel niet precies als stervensbegeleider, hoor. Ik bedoel meer als, als vrouw. Als meisje. Begrijp je wel? Nee. Kijk. Als je oud bent en je hangt aan het leven, dan is er maar één ding waar je tegen opkijkt, en dat is jeugd. Hè? Je wordt verliefd op de jeugd. Ja, tuurlijk. Ja, en dan wil je dus niets liever dan dicht bij de jeugd zijn, zo dicht mogelijk. Ja, lief, hè? Ja, dat is heel lief, ja. Ja, nou, dat is dus Gerards laatste wens. Hij wil zo dicht mogelijk bij jou zijn. Oh, maar we zijn heel dicht bij elkaar, hoor. Echt heel dicht. Letterlijk, bedoel ik. In bed, bedoel ik. In bed? Die oude man wil gewoon nog een laatste keer met een mooie jonge meid. Oh, dat. Oh, en daar heb jij opeens geen moeite mee? Ah, nee joh, dat lukt die oude toen niet meer. Ik zal mijn jaloezie opzij moeten zetten. Hè? Maar iemands laatste wens, die moet je toch inwilligen? Dat vind ik toch wel een beetje moeilijk, hoor. Ik ook. Maar het is niet anders. Je moet het gewoon een beetje over je heen laten komen, joh. Ben je gek? Nee, je moet gewoon een beetje naast hem gaan liggen. Hij is toch veel te ziek om nog, hè? Daar moet ik wel even rustig over nadenken. Oké, denk maar even na. Hè? Ja. Ik laat je even rustig nadenken. Denk rustig na. Ja. Rustig. Weet je het al? Geregeld gelukt. Maar het is toch wel gelukt, hè? Anders moet mijn geld terug, hoor. Geld? Oké, ouwe, je hebt het verknald. Hey, hallo, dag Dirkje, dag meid, hoe is het? Geld? Wacht eens even. Vuile, vieze, stinkende rotkoppen. Gaat niet door, denk ik zo. Dus geld terug, 2000 piek. 2000? Oh, dat is toch niet slecht? Ik heb het niet meer. Het is al betaald. Ik wil het nu meteen terug, hoor. Mijn leven is kort. Nu meteen. Anders zal ik met Karel gaan praten over die handeltjes van jou. Dat, nu meteen. 2000 is toch best wel netjes. Maar dan nog, hè Frits, dan nog. Ja, nou, het was voor een goed doel, Dirkje. Oh, jij verkoopt mij voor een goed doel. Nou, geef mij het Giro-nummer dan maar, dan maak ik zelf wel wat over. Hè? Nou, het ging niet zozeer om de Giro als wel om het nummer. Wat doe jij hier, Frits? Ik moet nu 2000 gulden hebben, want het is een beetje aan het misgaan. Ik heb dat gaan. Kom op de gang. Blijf jij maar liggen, Truffel. Wat voor 2000 gulden? Je zou het toch zeggen vanavond? Frits? Wat zou je zeggen? Oh jee. Karel, hij heeft hem uit liefde voor jou gekocht. Wat? Heb je dat bootje al gekocht? Van welk geld? Nou, dat heeft Frits geregeld. Wat is er dan voor stoms? We hebben dat ding nog niet eens gezien. Nou, morgen komen ze hem brengen. Brengen? En we moeten hem dan later in het bad leggen of zo. Ja. Oh, die Gerard, toch een beetje een geweldige man. Ondanks je leeftijd en je ziekte. Frits. Jij hebt toch niet met... Nee. Kijk, als een man 2000 piek voor je over heeft, dan is dat echte liefde. En ik wil niet veel zeggen, Frits, maar in bed is het dus net Arnold Schwarzenegger. Goed geslapen? Geen oog dicht gedaan. Oh. Wij ook niet. Goed zien. Nou, daar is hij dan, hè? Ja, nou. Hij was niet in de badkuip. Nee. Maar ligt dat toch goed? Ach, geef toe dat een leuk ding is, hè, van 4000 gulden. Wel, het is van een leuk bootje, ja. Het is niet duur, dus... Nou, zie je wel, komt alles dan nog goed. Ja. Zeg, kan ik even 4000 gulden ontvangen? De man staat te wachten. Karel. Nou, vooruit, dat moeten we maar, hè. Hij is vanochtend speciaal naar de bank geweest. Ja, hij wil dat bootje wel, wist ik toch. Ach, het is zo'n schatje, hè. Oh.
Nou, zie je nou wel, hè, ouwe, je krijgt je geld meteen terug. Ja, en jij zeker de winst in je zak steken, hè? Spreekwoord zegt, wie niet rijk is, moet zien dat hij het anders regelt. Ja, ja. Alsjeblieft. Oké, alsjeblieft. Hey. En dan ga ik nu heel snel de rest betalen, hè? Ja. Oké, jongens, ik smeer hem. Hey, veel plezier ermee. De verzekeringspapieren liggen op het plankje naast de gashendel, ja? Oké, hè? Dan mee. Hey, je vergeet de rest van je geld. Nee, dat regel ik wel, hoor. Hij heeft al betaald, hoor. Nee, de helft toch alleen maar? Gisteravond heeft hij alles betaald. De volle 2000 ballen. Jongens, daarmee. Wat een mens zich toch kan vergissen in getallen, hè? Zo, de grijze hersencelletjes. Jongen. We worden oud. Jij vieze, vuile, gore... En Frits, er zijn een paar probleempjes. Wat? Nou, dat bootje, ik ben er even in geweest. En dat moet je dus vooral niet op hoge hakken doen. Hoezo niet? Nou, want dan prik je dus gaten in de bodem. Gaat in de bodem. Ja, dat hout is een beetje poreus, is niet zo stevig. Niet zo stevig? Nee, een beetje als een pastijtje. Als een pastijtje? Oh jee. Jij vieze, vuile, goere, vuile, goere. Is die boot van u? Ja. Ik kan daar niet blijven staan. Hier is voor auto's, geen boten en vliegtuigen. Mijn god. Hij moet daar dus weg. Wat zeg? Ik kan hem toch niet zomaar midden in het restaurant leggen? Ah, goedenavond, welkom. Zoals je ziet hebben wij vanavond een special. Hè? Alles in sfeer aangekleed. Hè, kosten nog moeite gespaard. U kunt het tafeltje aan het raam krijgen. Twee lichtplaatsen in het vooronder. Frits. Maar dan moeten we wel een eigen slaapzak meenemen. Frits. En het diner wordt u dan via een infuus toegediend, aangezien hij geen ruimte is om mes en vork te hanteren. Frits, keuken! Zware jongens, zo te zien. Ja, dat heb je goed gezien. Ik ken ze. Uit de kroeg. Het zijn inbrekers. Harde jongens. Lieve vrienden. Of laat ik zeggen, vriendin. De morgenstond heeft goud in de mond. En zoals het klokje thuis tikt, tikt mijn hart weldra niet meer. Wat nou weer? Wat nou? Niet zo hard. Zachtjes en zitten. Schellert, het is juist heel goed als hij zijn verdriet in het openbaar kan beleven. Nee, niet voor mijn klandizie. Zitten en zachtjes, of anders bel ik de ME. Ach. God, wat een afschuwelijke avond. Mijn belachelijke apenpakje. Pa houdt de hele tijd afscheidsspeeches. Lekker boos in de tent. Twee inbrekers over de vloer. Dat bootje is toch verzekerd? Wat moeten we nou met dat kaleren ding? Ik heb het je toch gezegd. Dat ding is zo lekker, ze maar... Twee inbrekers over de vloer. Zijn dat die twee types die net binnen zijn gekomen? Ja, Frits zegt dat het inbrekers zijn. Oh, goh. En is dit voor tafel drie? Oh. Kan ik de heren zo even spreken? Het gaat over zaak. Mijn linkerarm heeft mij verteld dat mijn hart het harde werken moede is. Bah. Ik mag wat verdomme afscheid nemen van mijn sportvrienden. Vrienden? Vrienden? Hoe lang ken je die dames nog helemaal? Lang! Alleen Ellie niet zo. Nee, die ken ik pas helemaal sinds gisteren. Wat ga je doen? Ik kom zo terug. Wat is er? Volgens mij hebben we inbrekers. Hé? Oh. Hey, kom op. Wat is er? Inbrekers. Karel.
En wat is er? We slapen. Er wordt ingebroken beneden. Huh? Nee. Nee, ik hoor ze. Wel, nee. Ga nou maar slapen. Doe niet zo idioot, man. Misschien aan de tent wel liggen. Ach, niet waar. We zijn verzekerd. Wat is er? Inbrekers. Inbrekers? Doe nou uit. Er zijn helemaal geen inbrekers. Doe dat licht aan. Nee, straks zien ze het. Wie? Die inbrekers. Kom, met z'n vijven kunnen we ze best aan. Nee, jongens, ik ga niet hoor. En jullie moeten ook. Ja, kom, dan gaan we met z'n vieren. Kom. Nou, jongens, pas op, straks zijn ze gewapend. Ik ook. God, kaleren, wat een klus zeg. Hey, hoe hebben zij dat ding hier ooit naar binnen gekregen? Kan jij dat dan schelen, joh? Hier, dat raam kan eruit. Zit vast met schroeven. Begin jij vast. Schroeven? Waarom dacht jij dat ik gestopt was in de bal? Ik wou dat we deze klus nooit hadden ongenomen. Dat is toch wel geinig. We zijn nog nooit betaald voor een inbraak. Maar dat zal wel zijn vanwege de verzekering, hè? Ja, dus hou jij je kleppen, maar anders krijgen we onze centen niet. Kom op. Aha, betrapt, heren. Wat krijgen we nou? Aha, jullie zijn ook een stelletje amateurs. We kunnen jullie op zolder horen. Frits, dat zijn toch die kerels, die kennen we toch? Ja. Frits, bel de politie. Nee, geen politie. Karel, die kerels hebben hier gegeten, hoor, vanavond. Oh ja? Nee, hoor, volgens mij absoluut niet. Frits! Zeg, wat krijgen we nou? Kom maar op. Ik laat me niet intimideren door zo'n zakmesje. Pas maar op, mannetje. Dit is met twee mesjes. De eerste trekt de kop naar buiten en de andere scheert het eraf. Ja, heel goed in de laatste uren. Kijk uit, Awe. Pa, alsjeblieft, hè. Ik heb een schriftelijke cursus gevolgd, hoor. Zelfverdediging voor de bejaarden van nu. En ik heb een diploma gehaald met een scriptie over boksen. En toen nog iets van het leven willen maken op de valreep. Is een klassiek geval, hè? Pa, pas op. Pa, alsjeblieft. Jongen, maakt het nou uit of ik vandaag dood ga of volgende week? Onverschilligheid hoort er ook bij. Ik maak jou helemaal af, jongen. Oh, dat mag ook, hoor. Dan ben ik in mijn lijden verlost. En dan draai jij 10 jaar de bak in. Kansen, move, kom op. Oh, is goed. Wegwezen. Wij komen nogal vroeg. Bravo. Ja. Bravo. Ja, ja. Bravo. Gerard, je bent een held, hé. Hey, zie je nou wel dat die begeleiding helpt? Karel, zie je dat? Ze willen ons bootje stelen. Ja, ik zie het, ja. Ja, nou zie je nou dat het geen miskoop is? Die kerels weten heus wel als iets de moeite waard is, hoor. Gerard, jij bent echt een held, weet je dat? Ach, wat heb ik nou nog te verliezen? Oh. Zeg, ik dacht trouwens dat jullie bij elkaar in bed sliepen. Nou, dan gaat jij helemaal niks aan, Fritsje. Ook een luchtbedje ernaast, dat kan ik ook, hoor. Ga mee, Gerard. Gaan we lekker naar bed. Hé, maar als ik vragen mag, dit hele gedoe is dus alleen maar om mij op stang te jagen. Er is dus nog niks tussen jullie gebeurd? Dat is voor jou een vraag en voor ons een weet. Oh, je kan het me best wel vertellen, hoor. Want ik weet namelijk ook wat. Iets wat best wel interessant is. Oh ja, wat dan? Die ouwe, die gaat helemaal niet dood. Oh nee? En waarom niet? Je hebt toch al een paar dagen een blessure aan je rechterschouder? Ja, hoezo? Ja, dus daarom slaap je al een paar nachten alleen maar op je linkerarm. Ja. Ja, waar denk jij dat die pijn in je linkerarm vandaan komt? Oh, verrek. Dus jij kan weer gewoon in je eigen bedje gaan liggen, hè, Dirkje? Of in het mijne, natuurlijk. Hè? Zal ik jou eens een boekje open doen over geboorteregeling? Ja, nee, het is nog een puikbootje, hoor. Het is een heel mooi bootje. Wat kost die? 2000 piek. Oké, hij is verkocht. Hé? Meent u dat? Ja. Handje, contantje. Goh, nou. Geweldig. Prima. Zeg, zal ik hem inpakken of neemt u hem zo mee? Nee, ik neem helemaal niet mee. Oh. Ik haal alleen even dit antieke kompas eraf. Dat is zeker een mieletje of 8 waard. Dag, meneer Visser.